Hoi, vandaag is de dag van de natuurbescherming. Ja, waar gaan we daar nou weer bij tekenen? Een everzwijn? Of gewoon de boswachter natuurlijk. Die zorgt voor de natuurbescherming, boswachter. Nou, teken je weer mee? Ja, vandaag is het Natuurbeschermingsdag. En ik denk, ja, wat kan je daar nou het beste bij tekenen? Nou, ik denk van, ik woon hier aan het landgoed Oosterheide. Dat is van de natuurmonumenten. En ja, heel zelden eigenlijk. Eigenlijk veel te weinig kom ik daar de boswachter wel eens tegen. En ik denk, nou, natuurbescherming, boswachter. Dat zegt het eigenlijk al, hè? Boswachter. Ja, dus sommigen hebben bevoegdheid. Die mogen... De BOA-bevoegdheid, dus die mogen een bekeuring uitdelen als jij daar bijvoorbeeld met je hond onaangeleind loopt. Hè, dus heel veel bossen mag je hond niet los. Je hebt speciale gebieden waar ze wel los mogen. En dan mogen ze dus een bekeuring uitschrijven. En ook als je bijvoorbeeld buiten de paden je begeeft. En ja, dat is handig. Bijvoorbeeld inderdaad in het broedseizoen of als er jonge hertjes zijn. Of een vos met jongen. Ja, dat is gewoon wel belangrijk dat inderdaad de honden aangeleid zijn. Ik heb zelf ook een hond en die vindt het heerlijk echt om los te lopen. Maar kan ook heel goed in bepaalde periodes aan de lijn. En ja, het is wel goed om daarop te letten van waar mag het wel en waar mag het niet. En ja, houd rekening ook met de boswachter. Die heeft ook gewoon zijn werk te doen. Maar laten we eens een boswachter gaan tekenen. Nou, een boswachter. Hoe ziet nou een boswachter eruit? Nou, dan begin ik met zijn neus. Ik vind een boswachter heeft eigenlijk moet wel een snor hebben. We gaan hem een snor geven. Zo. Meneer boswachter. Zo. Hij mag best wel een beetje autoriteit uitstralen. Zo. En een beetje stekeltjes haar. Tenminste een beetje... Als haar zo. En een boswachter vind ik, die moet een pet op hebben of een hoed. Zo. Zo. Ik weet niet of dit nou echt een boswachterspet is, maar. En natuurlijk een beetje. Er mag best wel een beetje een kostuum ook aan hebben, hè, als boswachter. Zo, borstzakje. Beetje uniformachtig. Het hoeft niet per se echt uniform te zijn natuurlijk, maar wel iets handigs waarmee die goed in het bos kan werken, zo'n boswachter. Nou goed. Stevige spijkerbroek of een werkbroek. En ja, heeft hij laarzen aan of heeft hij bergschoenen aan? Ja, dat is natuurlijk werkschoenen, denk ik eerder. Hè? Maar ik denk wel dat het hoge werkschoenen zijn. Zeker met al die teken in het bos. Ik zit gewoon weer op het randje van mijn papier te tekenen. Zien jullie het? Is weer niet goed uitgerekend, Maarten. Je komt weer niet echt lekker uit zo. Maar goed. Het gaat om het idee. Een boswachter. Ik denk dat we zo aardig een boswachter hebben. Lange mouwen, zeker in het bos is dat een lange broek. Ja, ik merk het ook met de hond, regelmatig teken. En dan moet je zelf ook goed voor uitkijken dat je geen teken meeneemt. Ze gaan vaak in je haargrens zitten, dus waar zit een teken? Die zit vaak achter je oor of in je nek. En ja, dat is niet fijn. Nou, ik vind dit wel een aardige boswachter zo. Even nog wat bos bij tekenen in de achtergrond. Zo. Bossage. Gras. En een beetje het idee dat we in de natuur zijn. Grotere planten tussen... Zo, hier ook nog wat bomen zo. Nou, ik
vind dit best wel aardig gelukt zo. Zeg maar. Beetje schade in zo'n boom. Zo. Nou, deze boswachter zit echt in de bush, zeg maar. Teken zelf ook iets wat met natuurbescherming of natuur, natuurbeschermdag. Teken iets met natuur. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.